20 tijdschriften hadden we. 4 dagbladen, vakbladen, vakbeurzen. Een mega groot bedrijf. We hadden, nou, toen we het verkochten, 700-800 man in dienst. Het was gewoon mijn droom. Dat ik dacht, wow, als dat zou kunnen. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik ooit met geld uit Rusland zou kunnen komen. Het was toen in die tijd trouwens 20 miljoen gulden. Een huis op de Apollolaan en een boutique in de PC Hoofdstraat. Dus daar heb je hem, vertel ik het. Je verkoopt jezelf, hè? Als jij als ondernemer je eigen bedrijf bent begonnen, dan ben je jezelf aan het verkopen. En dan zit je er super emotioneel in. Dat is ook een geluk van je bedrijf verkocht hebben. We verkopen nu online in meer dan 50 landen. En waarbij de grootste markten zijn de UK, US en Australië. Focus. Als je dan je doel hebt en je visie, wijkt daar niet van af. Het is gewoon Manchester United geweigerd. Ja. Wel cool. Toen was de omzet ineens gedeeld door 2 in de maand voor kerst. We hadden veel meer dat gevoel erin gelegd, terwijl mensen gewoon duidelijkheid willen. En als ik wakker word, is het eerste wat ik doe, Google Analytics checken. We zijn bezig met cruises en treinreizen komen eraan. Nee, we gaan voorlopig niet mee stoppen. Ik heb gisteren toevallig een nieuwe activiteit toegevoegd aan die BV. Je gaat een webshop beginnen. Ja, dat komt er ook bij, ja. Mm. Ons contract loopt eind dit jaar af, dus het zou kunnen dat we het anders gaan doen. Nou ja, dat kan je wel een miljoenenbedrijf noemen, denk ik, ja. Ja. Dus binnenkort zitten we ook weer allemaal op kantoor. Ik wil eigenlijk gewoon weer een soort van baan hebben, weet je wel. Dus dat hebben we gedaan en dat is nou online te bestellen. Die zei, ja, John wil jullie een keer ontmoeten. Toen dacht ik, nou ja, dat snap ik ook wel. Ja, dat noemen ze dan bij jezelf blijven. Zegt hij, blijf bij jezelf, blijf bij jezelf. Dus wij willen eigenlijk niet meer Martie mee, die gaan we gewoon alleen. Wat zielig. Ja, eigenlijk wel zielig, ja. Ja. Ja, bij veel familiebedrijven zie je dat ze te laat overgaan naar de volgende generatie. En dat was wat mijn vader absoluut niet wilde. Natuurlijk, je hebt ook wel angst als je zo jong begint. Maar ja, ja. Ik wilde zo graag dat ik daar overheen ga stappen. Hele speciale containers. Ja, voor de landmacht, luchtmacht, alles wat je maar kan bedenken gaat in een container. Ja, zo'n container kost 120.000 euro per stuk. Alles wat ze in China niet kunnen, dat kunnen wij wel. Ja, omdat je niet zoveel vrouwen zijn met een containerfabriek, valt dat altijd wel op. Van Bagger maken wij waterpasserende bestrating. Ik ben niet geboren met de passie voor bagger. Ik heb ook nooit gedacht dat ik iets in de bagger zou gaan doen. Ik miste naast mijn studie gewoon actief aan de slag gaan met problemen die ik voor me zag, namelijk klimaatverandering. Hoezo is afval afval? Hoezo kunnen we er niet iets moois van maken? We zijn zeker een bedrijf. We zijn 2,5 jaar verder, we zijn een bedrijf. Ik weet nog de eerste dag toen ik mijn aandeelhoudersovereenkomst getekend had en ik over die drempel liep, toen dacht ik, dit is van mij. Je moet jezelf continu blijven uitdagen als marketeer. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat Google, die wordt steeds minder gebruikt. De oude strategieën van een paar jaar geleden was van oké, we moeten allemaal influencers gaan creëren. Ja. Ja, dat is helemaal niet meer nodig. Iedereen mag mij altijd bellen. Ja? Ik vind het sowieso altijd leuk om met ondernemers te praten. Okay. Dat is al inspirerend. Wij zijn het eerste booking- en managementkantoor voor drag queens in de Benelux. Van de hele grote bedrijfsevenementen met 600 mensen tot privéfeestjes. Dat ging heel snel. Ze willen natuurlijk het allerliefst gewoon weer terug op het podium. Dus ik begon heel erg op te kijken tegen mensen, de queens vooral ook, die wel helemaal zichzelf durfden te zijn. Het is heel makkelijk om in de pas mee te lopen. En op een gegeven moment was ik er zo godvergeten klaar mee. Ik heb mijn leven lang al aan geërgerd, Ronnie. Dat er mensen zijn met een grote mond. En stel dat je alle drie hebt in de ogen van een ander, ja, dan ben je onweerstaanbaar. Als ik iemand moet overtuigen, of ik moet samenwerken met iemand, of ik heb een klant en ik vind het een eikel. Ik heb een hele mooie les geleerd van Erika Terpstra daarover. Dus die wil ik graag delen. Ontspanning is alles. Je moet ontspannen alles. Zijn. Ja, nee, lekker gelukkig dan. Hoef je niet te ontspannen. Nee, maar ik ben. Je hoeft niet te ontspannen. Oh, nee. Door ontspannen over te komen. Exact. Oh, hoe doe je dat dan? Daar zit het grote geheim. Oh.